Goedemiddag, beste kijkers. Welkom bij WHC TV. Vandaag de wedstrijd WHC SVZW. Die eindigde in een 3-1 overwinning voor WHC. Vandaag gaan we napraten met Jan Eversen van WHC en met Paul Krabbe van SVZW. We beginnen natuurlijk altijd, zoals gewonnen, met de gasttrainer, met Paul Krabbe. Paul, ja, het leek wel een schaakwedstrijd vandaag. Nou, qua voetbal, het was al vrij snel duidelijk dat WHC het initiatief aan ons overliet. Dat wil zeggen, bij balbezit van SVZW zakten ze massaal in op eigen helft. Lieten ons de opbouw en hadden het aardig dicht. Goed gesloten. Ik denk dat we een kwartier vrij veel balbezit hebben gehad. En dan leiden we in de opbouw bij de eerste goal leiden we zelf balverlies. Holtkamp met Michels. Die wordt onderschept. Vervolgens komt er een corner uit. We hebben in de eerste wedstrijd tegen Sparta Nijkerk uit twee corners twee goals tegen gehad. Vorige week hadden we de zaken goed op de rit. De afspraak was dat iedereen terugkwam. Dat is ook gebeurd. En wat gebeurt er dan? Dan kijken ze alleen maar naar de bal. Bij de tweede paal staat... ik weet niet hoe die heet. Karadag. Ja. Die staat vrij en die kan hem ongehinderd inkoppen. Geen druk op de bal, niet meer springen. Alleen maar kijken naar waar de bal is en vervolgens niks doen. Nou, dan herpakken we ons toch best wel redelijk. En dan maken we ook, denk ik, ook een goede goal. Ja, ook wel een terechte stand hierin gezien de eerste helft. Ja, ik denk dat Jan tegen zijn ploeg heeft gezegd van bij balverlies inzakken en laat het spel maar een beetje maken door SVZW. Nou, ruststand 1-1. In de rust over gaat van jongens, laten we nou goed beginnen. Zorg nou dat je felheid hebt. Want ik vond ook de eerste helft dat we bij balverlies niet fel genoeg waren. En je weet dat WHC twee keer verloren heeft. Kampioenskandidaat nummer 1 is. Tenminste, door velen getipt als de grote favoriet. Ik heb voor de wedstrijd tegen de jongens gezegd, alles mag. Maar het kan niet zo zijn dat we elkaar na de tijd aankijken en dat we op basis van felheid worden afgetroefd. Na 50 seconden, de rechtsbuiten schiet een bal hoog voor de goal. De keeper kan hem met pijn en moeite binnenhouden. En dan de 2-1 van hun. Dat is ook weer slap verdedigen. De vrijheid om de voorzet te geven. En alle tijd en ruimte om hem in de goal te werken. Nou, dan denken wij van, nou, laat breed houden, laat blijven voetballen. En dat hebben we ook geprobeerd, maar zonder echt gevaarlijk te worden. En dan resulteert op een gegeven moment in verbank spelen. Ja, je speelt met 4 man voorop, de centrale verdediger komt er nog bij, pompt maar in. Ja, dan weet je dat je een counter tegen kunt krijgen. En weer hetzelfde verhaal, de voorzet van hun linkerkant. En ongehinderd komt hij voor en gaat binnenkant paal in. Ja, gelopen koers, ja. Dus gefeliciteerd WHC. Ja, een miraculeus doelpunt eigenlijk, vind ik. Ja, mooi goal. Ja, ja. Ze hadden het voor de tijd al kunnen afmaken met eenzelfde situatie, een trekbal vanaf links. Ja, ja. Die hij steenhard bij de eerste paal naast kegelt. En, maar goed, dat gebeurt dan niet. Dan hoop je altijd nog op het moment. Maar de momenten hebben we veel te weinig afgedwongen. Ja. Goed, we gaan voor de analyse van de wedstrijd naar Jan Eversen. Jan, ja, je vandaag begon met Kartdag in de basis. Om daar maar eens mee te beginnen. En gelijk, er was hij scherp. Was er gelijk de eerste 10 minuten goed dichtbij. Dus nadat Paul zegt, gelijk druk er ook op. Twee wedstrijden gespeeld, 0 keer gescoord. Ja. En dan kan je het niet meer permitteren om de topscorer van vorig seizoen te bank te houden. Hoewel Sonny het in de voorbereiding heel goed heeft gedaan, maar de eerste twee competitiewedstrijden niet. En dan heb je daar iemand zitten die, waarvan je hoopt dat hij beter gaat doen. Nou, hij scoorde. Dus dat is, en voor ons was het een noodzaak dat we zouden winnen. We hebben twee keer verloren. En dan identieke wedstrijden, heel veel balbezit. Maar bij balverlies enorme ruimtes in je rug. En dan gaan tegenstanders gaan lopen. En daar hebben wij gewoon heel veel moeite mee. En dan word je twee keer afgestraft. Het is allemaal te slap. En dan kan je zeggen, nou, we gaan lekker op deze weg door. Maar dan moet je gewoon anders gaan spelen. Omdat de overwinning het meest noodzakelijk is. Ruimtes hebben we weggegeven aan SVZW. We zijn er gewoon ingezakt. En dan blijkt gewoon dat het heel moeilijk is. Ook voor een ploeg als SVZW. Maar ook voor ons. Om een spel te maken tegen een ploeg die goed gesloten speelt. En we geven niet zoveel weg. Hè? Want het doelpunt komt nog eigenlijk indirect uit een dood moment voor. Hè? Dat is nog ineens een uitgespeelde aanval. Ja. Je komt er nog bij je naar voren. Een beetje onnodige overtreding. Daar komt de 1-1 uit.
Maar het belangrijkste vond ik dat we niet zoveel weggaan. Want in de voorgaande wedstrijd geven we tegen twee, ja, ik zeg ook, middelmatige ploegen, even op papier, vergeleken met ons, geven we gewoon veel te veel kansen weg. Ja. Nou, dus het was 1-1, ik denk, in de eerste helft terechte uitslag, terechte stand. Dus dat betreft, daar hou ik wel vrede mee. Ja, maar goed, de tweede helft gezien dan het spel waar jullie de eerste overwinning zeker verdient. En bij deze doelpunt moeten we ook heel veel kennis nog geven, vind ik, aan Bia, die goed op die bal loopt en die bal nog prachtig voorgeeft. En dat kan ze daarnaast en dan... Belangrijkste vind ik, kijk, dat ze gewoon, gewoon hebben laten zien als ze de mouw op kunnen stropen. Ja. En wat Paul ook zei, we waren gewoon wat agressiever. Dat was vooral in de tweede helft. En als je dan 2-1 voorkomt, dan krijg je toch wat meer vertrouwen. En want je weet in ieder geval, ja, ze moeten er 2 maken om hem te verliezen. En dan ga je toch wat vrije voetballen. Zij moeten meer risico nemen. Ze brengen heel veel mensen voorin. Ja, en dan hebben wij met Perry en met Tjeerd en met Euzan veel snelheid. Naderhand Sonny erbij. Dus dan, ja, dat zijn toch wel, daar liggen er heel veel mogelijkheden. En het probleem was in de eerste helft, als wij balbezit kregen, dan gingen de mensen voorin gelijk diep weglopen. En dan viel er een gat tussen de rest van de ploeg van 50 meter. Dat is niet meer te belopen. In de tweede helft zeg ik, joh, één in de bal laten vallen en dan gaat de rest, dan komt de rest er overheen. Dat is wat makkelijker. En dat werd wat beter gedaan. Alleen wat onzuiver in de uitvoering af en toe, maar wel met de beste intenties. Dan maak je nog 3-1. En ja, ik denk een verdiende overwinning. Maar vooral op basis van afspraken maken die we gemaakt hebben. En ze hebben het goed uitgevoerd. Ja, goed. Paul, je hebt al een hele mooie analyse gegeven op de hele wedstrijd. Heb je nog een laatste opmerking? Want ik heb bijna een tikje te vragen, want je hebt al zoveel. Je hebt prima geanalyseerd. Ik denk dat we onszelf een paar keer de das hebben omgedaan. Met name in de opbouw heel slordig balverlies geleden. Deels ons eigen gebrek, maar ook de felheid van de tegenstander. Dat hoort dan bij elkaar. Hè? Ja. Als je zelf balverlies leidt en de tegenstander doet er niks mee, dan weet je, ja, dan valt het niet zo op. Maar nu was het elke keer hartstikke gevaarlijk. En heel vervelend voor ons. Ik had het niet verwacht. Ik denk, we gaan hier in ieder geval met een punt weg. Ik vind dat we een best aardige ploeg hebben. Maar ja, je ziet weer, hè, als er te weinig drive in zit, dan houdt het op. Ja. Goed, Jan, jij nog een laatste opmerking? Nou ja, kijk, ik ben blij dat nu de trainer van de tegenstander zegt dat een fellere tegenstander, de felheid van de tegenstander, dat was de voorgaande 2 wedstrijden anders. En ja, kijk, één zwaluw maakt nog geen zomer, maar ik denk dat we wel geleerd hebben van de vorige 2 wedstrijden. En als dat zo is, nou ja, dan kunnen we nog wel gaan stijgen. Ja, maar als een keeper dat 2 maal toe gekozen wordt als man van de wedstrijd, dan geeft dat de ding. Normaal gesproken is de keeper van de tegenstander het verleden jaar vaak meegemaakt, die kreeg altijd alle complimenten. Ja. Omdat hij de hele wedstrijd wat te doen had. En kijk, en Frans is nu ineens, en dat gun ik hem hoor, want het is een uitstekende keeper. Ja. Ja, maar het hoort niet zo te zijn. Nee, klopt. Goed. Dan even ze bedankt. Paul Krabbe bedankt. Tot zover WRC TV. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.